Hartelijk welkom bij NH Beslist, het programma waarbij we bestuurders aan het woord laten. En vandaag zijn we te gast in het stadhuis in Enkhuizen. En niet zonder reden, want we zijn bij Jan Baas, nu nog burgemeester van Enkhuizen. Maar ja, bijna niet meer. Wanneer is het afscheid? 9 januari is mijn laatste werkdag. Om even te beginnen, ja, hebben we een filmpje gemaakt met een kleine bloemlezing van wat we al die jaren met elkaar hebben opgenomen. Dus laten we daar even allereerst even naar gaan kijken. Ben benieuwd, ja. Jan Baas begon ooit als wethouder in Beverwijk en werd vervolgens burgemeester van Wieringen. In 2004 begon hij aan zijn avontuur in Enkhuizen en eigenlijk had hij altijd zijn mening wel klaar. Maar laten we alsjeblieft dat alcohol niet vergeten hoor, want reken maar dat dit nog enorm veel slachtoffers zal vragen. En ik voorspel dat die ongelukken gewoon in toenemende mate zullen groeien, het aantal, als er geen maatregelen komen. Ik weet ook niet helemaal zeker, maar ik ga ervan uit. Is dat toch niet wat voorbarig geweest? Nee, nou ja. Na alles wat ik net gezegd heb, moet het volgens mij ook duidelijk zijn dat ik het niet zomaar zeg. Maar gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel. En was er ook genoeg moois te beleven. Bedankt voor de majesteit. Hartelijk welkom in Enkhuizen. Maar het was het waard? Ja, geweldig. We zijn gelukkig in Enkhuizen. Ik vind het leuk om stront te scheppen. Ja, een keertje wel, ja. Ik denk dat ik het een baan van zou willen maken, maar ik begrijp wel dat het een leuk werk is. Hoe doet de burgemeester het? Hij werkt wel door, maar af en toe blijft hij wel bellen. Oké, goed. Ja, bedankt. Hoi. Ja. Ja, zo gaat het. U blijft wel bellen, maar u deed het wel goed. Ja, dat gaat er tussendoor dan. Ja, dan moet je toch weer je werk doen. Ja, als je dat ziet, het is natuurlijk een enorm afwisselende tijd geweest hier in Enkhuizen, denk ik. Ja, dat is ook het leuke van dit baantje, zeg ik altijd. Het is iedere dag anders. Het is een enerverende tijd, zo 14 jaar in Enkhuizen. Ja, dat is een behoorlijke tijd geweest. Toen u hier kwam, wat dacht u toen? Waar kwam u in terecht? Nou, ik werd gewaarschuwd. Toen bekend werd dat ik hier had gesolliciteerd, werd ik gewaarschuwd om niet naar die slangenkuil te gaan. Doe dat nou maar niet, want het is verschrikkelijk als je daar naartoe gaat. Okay. Dat moeten ze niet tegen mij zeggen. Dat is volgens mij dat is juist de reden om te denken van nou, oh ja, dan ga ik juist. Dat lijkt me wel wat dan. Iets doen, iets waar iets te doen is, daar ben ik voor in. Ja. En was er wat te doen? Ja, dat kan ik je zeggen, ja. Ja, zeker. Ja, dat was wel een probleem hier. Allereerst in het financieel en organisatorisch. En dat hebben we ook aangepakt. Enkhuizen en de Greep hebben we toen gedaan. Maar vervolgens belandde ik het volgende jaar in Enkhuizen 650 jaar stadsrechten. En ik had meteen een heel jaar lang feest. Dus dat heb je ook weer hier. Hè? Om even terug te komen op die slangenkuil. Is het nou echt zo'n slangenkuil hier? Nee. Slangenkuil zou betekenen dat je mensen niet zou kunnen vertrouwen. Dat het link is, dat je rug niet kan draaien. Dat is het niet. Het is wel heftig. Voorbeeld te noemen, ik heb 17 raadsteden en 10 partijen in mijn raad. Dat is niet overal zo. En dat maakt het ingewikkeld gewoon. En dat lijkt het wel eens, in ieder geval de besluitvorming is soms wel eens ingewikkeld en heeft veel veel tijd nodig soms en ingewikkelde discussies. Maar uiteindelijk gebeurt het allemaal wel. En het is ook een enorme, economisch belangrijke stad. Dat beseffen mensen niet. Maar wij zitten hier op de voedselvoorziening van de wereld. Sweet Valley. Ja, om het wat te noemen. Hè. Ja. 40-50% van alle groentezaden die over de wereld worden verspreid, komen uit Enkhuizen en omgeving. Dat weten de meeste mensen in Noord-Holland niet. Maar als je dat weet, dan weet je ook dat dit echt een belangrijke stad is. Even terug nog naar die politiek hoor. Want u heeft wel in de afgelopen jaren enorm veel colleges zien sneuvelen, wethouders zien vertrekken, oppositie die opeens coalitie wordt. Het is wel altijd een beetje het idee hier in Enkhuizen, en dat hoor je ook veel van mensen, ja, het gaat hier altijd meer om de persoonlijke fetus dan om de inhoud. Nou, dat zit er wel in. Er zit wel een minderheidscollege, dat vergeet je bijna te zeggen. 3 keer een minderheidscollege gehad. Ze hebben het in Den Haag 1 keer geprobeerd en dat beviel niet. Hè. En hier hebben ze het al 3 keer gehad. Het ontaart wel eens in een omdat je niet meedoet, ben ik tegen. Of dat ik niet mee mag doen, ben ik tegen. Dat vind ik jammer. Dat zou beter moeten. En inmiddels is het toch al heel wat rustiger. Het kan wel, maar het gaat wel eens een keer van ouw en een beetje stevig. U stopt nu na 14 jaar, maar eigenlijk was het al de bedoeling dat u na 2 jaar zou opstappen, want toen zou u eigenlijk naar Zaanstad vertrekken als burgemeester. Ja, ook dat. Waarom wilde u die baan zo graag in Zaanstad in eerste instantie? Nou, ik ben daar ooit, toen Zaanstad gevormd werd, woonde ik daar. Ik ken het heel goed. En daar was ook wat te doen. En je gaat niet zomaar solliciteren naar zo'n grote gemeente. En het leek mij een geweldige uitdaging om daar aan de gang te gaan. Het heeft niet zo mogelijk betekenen, want ik was hier flink aan het werk en heb hier gewoon doorgewerkt. Maar het ging er eigenlijk om in uw tijd als burgemeester van Wieringen.
werd er gezegd, ja, hoe zat het nou daar met grond en met vergunningen? Dat een van de problemen was waardoor ze bij de raad in Zaanstad zeiden, die Jan Baas die is niet integer genoeg. Hoe zat het nou precies? Dat ga ik niet zeggen. Nee. Ga ik niet op in. Ik heb in al die hele periode niet één keer met de pers gesproken. Ga er niet op in. Ik vind het zonde van de tijd. Ik vind het ook echt iets wat buiten mij om is gebeurd. Volledig. Ik was hier gewoon burgemeester. Ik heb gesolliciteerd. En vervolgens begon er iets te kopen in de pers en in Zaanstad. Dat toegeleid heeft dat ze uiteindelijk hebben gezegd, u bent niet meer welkom. Het zij zo. Ik heb hier ontzettend leuke tijd gehad. Altijd. En ook de raad van Enkhuizen heeft toen een motie van vertrouwen uitgesproken. Ik ga er ook niet verder op in, dus zonde van mijn energie. Ja, maar dat vind ik wel knap, want we zijn nu inmiddels 11 jaar verder. Ik kan me voorstellen dat dit u enorm veel pijn heeft gedaan. Nou, het is onbegrijpelijk dat zoiets kan in Nederland. Ik zou er met u een aparte uitzending voor willen maken over wat er aan de hand is geweest. Ja. Gaan we eens echt even de feiten op rij zetten. Dat kan nu helemaal niet. En daarom heeft het geen zin om te reageren. Nee, maar u bent altijd integer geweest. Zwaar, anders had ik hier niet meer gezeten. Nee. Hoe moeilijk is het om dan weer aan de slag te gaan hier in Enkhuizen? Want u had uw zinnen gezet op Zaanstad. Ik was gewoon aan het werk hier. Ik ben bij het werk gebleven en ik had een ontzettend leuke tijd. En toen ik dus zou weggaan, toen, ja, dan krijg je allemaal bloemen en dingen. Maar toen ik bleef, kreeg ik nog meer bloemen en complimenten en felicitaties. En was iedereen blij dat ik bleef. Wat heb ik dan te verklagen? En ik zat hier in een hele leuke stad, zit ik nog steeds. Wat zijn nou de onderwerpen die u nou hier het meest hebben aangegrepen in al die jaren? Aangegrepen. Waar ik wel geschrokken ben, dat was de regionale problematiek. Hè? Alcohol en jeugd, waar we ontzettend hard aan gewerkt hebben. En ik ook. En gelukkig zien we dingen die verbeteren. We zijn er nog lang niet, we moeten nog heel wat doen. Maar dat zijn wel dingen waar ik van geschrokken ben. Dat zo een enorm probleem was hier, dat het eraan gedaan moest worden. Zeker. Heeft u het idee dat daar al verbetering in zit? Ja, is het. Ja, zeker. Alleen, dat moeten we niet te hard roepen, want er moet nog veel meer gebeuren. Het is niet gewoon dat jongeren hier op 14-jarige leeftijd beginnen met drinken. Dus we zouden allemaal, ouders voorop, met elkaar en ook bestuurders, moeten kiezen om die jongeren in ieder geval tot hun 18e ervan weerhouden om dat te doen. Want ze beïnvloeden hun hele leven ermee en dat moeten we niet willen. Uw afscheid? Ja, wanneer kwam u tot het besluit eigenlijk om te stoppen? Ja, zoiets is een lange periode. Hè. Maar uiteindelijk heb ik rond mijn 65e verjaardag, in de herfstvakantie toevallig, waren met de familie op vakantie, heb ik het boel op een rij gezet. Van wat wil ik nou eigenlijk nog? Niks gaan doen, daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben 27 jaar in het openbaar bestuur. In Beverwijk begonnen, toen Wieringen, zoals u weet. En dan opeens niks doen is voor mij echt een no-go. Ik heb net gezegd wat ik belangrijk vond, dat een nieuwe raad straks een nieuwe voorzitter heeft. Speelde mee. Maar ook omdat ik nog een aantal dingen wil gaan doen. Ik wil nog niet met pensioen. Dat kan ook nog niet. Maar ik wil gewoon dingen gaan doen waar ik nog heel veel lol uit kan hebben. En dan een ietsje minder in de schijnwerpers. Dat is heel gezond. En dan gewoon een beetje mijn eigen tijd in kunnen delen. En eens een keer een boek lezen tussendoor. Een keer een concert afspreken over een poosje. Hè, want dat kan ik haast nooit doen. En die 24 uur, 7 dagen in de week. Is wel eens goed dat ik na 27 jaar daar afscheid van neem. Ja, want in 2015 werd u nog herbenoemd voor nog een periode. Ja. Nu snap ik, die hoeft natuurlijk niet uit te zitten. Maar ik denk dat heel veel mensen wel hebben gedacht, nou, die Jan Baas zit in ieder geval tot aan zijn pensioen, zit hij het uit hier in het huis. Ja, ja. En dan komt dit toch vrij als een plotseling besluit over. Dat is ook zo. Dat komt bij de mensen over. Maar voor jezelf is het geen plotseling besluit. Dat is voor mij heel wel overwogen. En ik vond ook dat ik het moet doen op het moment dat het snel zou kunnen. En dat het ook goed geregeld is. Dat heb ik wel gedaan. De commissaris wist het al een poosje eerder natuurlijk. Daar heb ik wel goed overleg over gehad. En dit is wel een besluit waarvan ik nu van iedereen ook hoor dat mensen het begrijpen. Is er nog iets wat heeft meegespeeld? Ik bedoel, er speelt natuurlijk in Enkhuizen ook genoeg. We spelen nu ook bijvoorbeeld met de ambtelijke samenwerking bijvoorbeeld. Met de rechter Lander Stedenbroek. Heeft het daar misschien nog wat mee te maken? Ook dat soort zaken? Nee, even simpel. Ik heb het in de krant gezegd. Er zijn 50 redenen om te stoppen en er zijn 40 redenen om door te gaan. En uiteindelijk is de balans nu zodanig gevallen dat ik denk, nou, is het nu goed dat ik nu stop. In het moment dat ik nog van allerlei dingen kan doen. Wat gaat u doen met uw tijd? Zal u zou een boek lezen, mevrouw? Hè? Wat gaat u doen? Ik ben overal voor in. Wellicht dat ik nog een keer waarnemer word, ik weet het allemaal niet. Het kan van allerlei dingen langskomen waar ik ja tegen kan zeggen. Maar eerst eens even afstand houden. Even afstand nemen. Even uit die 7 dagen in de week, 24 uur baan, even tot normale proporties terugbrengen. Even vakantie even doen en dan ga ik kijken wat ik ga doen. Ja, en u kunt ook nu vrijheid praten over Enkhuizen, waar het naartoe moet. U heeft vast een toekomstvisie voor Enkhuizen. Waar moet het naartoe? Het gaat al de goede kant op, hè. Wat ik al zei, we hebben heel veel bereikt in de stad.
We hebben heel veel geïnvesteerd. Het onderhoud van de stad is ook goed op orde. Nou, dan hebben we hier daar nog een plek waar wat gebouwd moet worden. Dat die stad moet gewoon door blijven gaan in de dynamiek die het heeft. En laat de bezoekers maar komen. Maar kan het op deze wijze zoals het nu gaat? Is Enkhuizen groot genoeg om bijvoorbeeld zelfstandig te blijven? Of moet het binnenkort misschien wel overgaan tot een fusie met Stedenbroek en Drechteland bijvoorbeeld? Nou, gisteren is een motie in de raad aangenomen om daar eens naar te kijken. Wat de voor- en nadelen ervan zijn. En dat vind ik een heel verstandige motie. Dat moet je ook rustig doen. En goed op een rij zetten wat daar de voor- en nadelen van zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk onomkoombaar is dat Enkhuizen in een wat groter verband opgaat. Ja. En dat is dan voor het eerst sinds 660 jaar. Ja. Maar dan zou het wel Enkhuizen moeten blijven heten als gemeentenaam? Of, Nou, kijk, ik ga daar niet meer over straks. Maar ik vind het niet zo heel gek dat Medeblik is gebleven. Hoewel dat een klein plaatsje was in die aantal gemeenten wat samengegaan is. Want iedereen weet in Nederland waar Medeblik ligt. En volgens mij weten ze dat van Enkhuizen ook. Dus dat moeten ze zelf straks maar beslissen, maar ik kan me zo voorstellen dat ze dat doen, ja. Ik wens u nou vooral heel veel plezier met alles wat nog komen gaat. En ook heel veel wijsheid met wat de toekomst nog verder brengen gaat. Ja, mag ik nog één opmerking maken? Want we hebben het net over alcohol en jeugd gehad. We krijgen straks weer de meest verschrikkelijke dag van het jaar. Nieuwjaarsdag. Ik wil toch eigenlijk aan alle kijkers willen opschrijven. Denkt u eens even na dit jaar. Zou het dan echt zo gek moeten worden dat we zoveel ambulanceritten moeten hebben met mensen die in de vernieling raken door het vele drankgebruik. Let eens op. En ook, kijk eens om u heen. Zorg ervoor dat uw kinderen dat niet doen. Dat zou mijn dag heel wat beter maken. Kijk, nou, dat is goed om te horen. Goed advies ook voor de mensen richting inderdaad het nieuwe jaar. Nogmaals, dank voor uw tijd. En ja, tot zover dus ook deze uitzending van NH Beslist. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens.